Pop-up bankkantoor geopend in de Leijhoeve. Duizenden Tilburgers zingen mee op Festival van het Levenslied. Goedendag. Steeds meer banken sluiten hun kleinere kantoren omdat veel bankzaken tegenwoordig online te regelen zijn. Een uitzondering hierop is een pop-up bankkantoor die geopend werd afgelopen maandag in woonlandschap De Leijhoeve. Op maandag 6 juni heeft de Rabobank een pop-up kantoor geopend in wooncomplex De Leijhoeve. Het kantoor moet ervoor zorgen dat bewoners makkelijker hun bankzaken kunnen regelen. We zijn benaderd door mensen van de Rabobank die zelf met het idee zijn gekomen. En omdat zowel de Leijhoeve als de Rabobank staan voor hoge standaarden van serviceverlening, sloot dat in ieder geval mooi bij elkaar aan. Ja, het is een prachtige locatie, 200 wooneenheden, maar dat betekent ook 200 verhuizingen, 200 belangrijke momenten in het leven van mensen. Wij vinden dat wij als bank bij moeten zijn. Dus dit is een moment waar mensen, en er wordt ook veel gebruik van gemaakt, al naar ons toe kunnen stappen met hun vragen. Banken hebben de laatste tijd veel kleinere kantoren gesloten. Het is dus best bijzonder dat er nu weer eentje bij komt. Nou, wat we met name sluiten zijn traditionele bankkantoren. Hè. We zien daar echt wel een beweging in dat mensen op een andere manier graag met hun bank zaken doen. Tegelijkertijd willen wij het aantal cliëntcontactpunten eigenlijk juist vergroten. Hè. Dus het sluiten van traditionele kantoren betekent zeker niet dat we minder in contact zijn met onze klant fysiek. Nou, dit is een heel mooi voorbeeld, hè, om dicht bij onze klant te zijn, om dicht naar onze klant toe te komen. En daarom hebben wij voor deze opzet gekozen. Ja, een bank in een wooncomplex is misschien een groot woord. Het is meer de service van een bank die we naar binnen halen, zodat onze bewoners de ruimte hebben en wat minder tijd kwijt zijn om naar de bank zelf te gaan. Maar hier op de locatie als een idee, een pop-up bank, ook in hun gedachten het kan oppoppen van nou, ik heb een vraag, ik loop er eens eventjes langs. En dat leek ons een sympathiek idee om dat te doen. Nou, dit is wel een voorbeeld van wat wij denken dat dichtbij onze klant gaat zijn in de toekomst. Hè. Dus ik sluit zeker niet uit dat we hier nog veel meer mee gaan doen. Zowel in Tilburg als ook in de rest van het land. Dus het is voor ons heel spannend of dit goed gaat lopen. Maar ja, dat gaat denk ik helemaal goed komen. Nou, ik kan er niet heel veel over vertellen. Ik hoor net dat er toch zeker 6 bewoners zijn geweest deze ochtend. En dat lijkt me een prima start om in ieder geval voorlopig nog even te continueren. In de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 juni is aan de Hazelaarstraat een aantal autoruiten ingetikt. Ja, en toen stond de buurman die stond aan de deur en die zei van er zijn alle ruiten zijn ingetikt. Dus ik heb vlug aangekleed, vlug naar achteren. Maar ja, bleek het in één keer over 5 à 6 auto's te gaan. Waar allemaal kleine ruitjes waren ingetikt. De politie onderzoekt nu de auto's waarvan de ruiten zijn gesneuveld. En er is nou net politie geweest en die bloedspetters onderzocht. En die gaan eens kijken of ze eventueel in de database kunnen terugvinden om de data terug te kunnen pakken straks. Afgelopen zaterdag gooide Omroep Tilburg haar deuren open. Tientallen nieuwsgierige Tilburgers kwamen een kijkje nemen in de studio's van de lokale omroep. Bezoekers konden aanschuiven bij een live radio-uitzending of in de huid kruipen van een nieuwslezer van het Omroep Tilburg Nieuws. Ten slotte stonden vrijwilligers klaar om allerlei vragen over radio- en televisiemaken te beantwoorden. Als je afgelopen weekend in de binnenstad van Tilburg bent geweest, kon je er haast niet omheen. Het Festival van het Levenslied. Duizenden Tilburgers genoten op de paleisring van de vele Nederlandstalige hits. Het Festival van het Levenslied trok ook dit jaar veel bezoekers. Na al die jaren is het festival een begrip in Tilburg geworden. Ja, dat is al 26 jaar geleden zo ongeveer, toen we eerst het idee hadden om een klassiek concert te organiseren of zo. Maar toen dachten we van, ja, weet je, dat moeten we anders doen. We moeten gewoon iets leuks doen voor de stad. Voor Tilburg, voor de mensen in de stad die normaal niet zo makkelijk kaartjes kunnen veroorloven voor hun artiesten. En toen dachten we, weet je wat, we gaan gewoon die artiesten hier op het podium neerzetten en iedereen mag gratis komen kijken. Zo is het ooit begonnen. Maar jullie worden steeds groter. Maar wat nou zo tof aan dit festival is dat het gratis is. Blijft dat altijd ook zo, hoe groot jullie ook gaan worden nog? Altijd. Always. Ja, for sure. Dat gaan we... Altijd voor het volk. Ja, dat gaan we echt doen. Dit jaar is Willeke Alberti de ambassadrice van het Levenslied. Maar wat houdt dat Levenslied nou eigenlijk in? Een lied met gevoel en een lied van het leven. En dat is zo mooi dat... Dat dat eigenlijk altijd blijft bestaan. Iets wat goed is, blijft bestaan.
En nou, wat ik vandaag weer meegemaakt heb. En ook samen zijn. Dan komt er zo'n klein manneke. Ja, die ik zag het inderdaad. Ja, nou ja, dat ontroert me zo. Een mooi moment was toen de kleine Dien het podium beklom. Willeke Alberti zong het nummer Samen zijn en wist daarmee het publiek te ontroeren. Want ik heb zelf een kleinzoon van die leeftijd. En met hem zing ik ook Samen zijn. Dus het was echt zo... Een emotioneel moment. Ja, ja, ik zit in zo'n emotionele tijd. Er gebeurt zoveel moois. En dus dat, ik probeer daar toch wel heel erg van te genieten. En dat was weer het Omroep Tilburg nieuws voor vandaag. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.